Maar dat gebeurde dus uiteindelijk niet. Feyenoord wint met 5-0. Christian Willaert, de trainer, staat nu bij. Vooraf zei hij van ja, het worden misschien wel tranen van vreugde of van ellende. Pascal, ja. Avondklok. Avondklok? Avondklok? Moet je even uitleggen, Dick? Nou ja, we moeten op tijd naar huis. Oh, ja, je moet snel aankondigen, want daar staat al een tijdje te wachten. Even, dit is 4:30. We hebben nog alle tijd, joh. 4:30, alle tijd nog, zegt Pascal. Oh, oké. Maar zijn het tranen van vreugde of tranen van ellende geworden? Ja, het ging, nou, dat is wel waar. Dat heb ik ook gehoord. Het ging met Pascal vooraf over tranen van vreugde of tranen van ellende. Als je Zelko in de armen zou vliegen naar de wedstrijd, dan zei je, hangt af van de uitslag. Nou, tranen van vreugde. Ja. Zeker hoe we de tweede helft gespeeld hebben. De vreugde van, die van het elfte afstraalde, dat heb ik een tijd niet gezien. En dat geeft echt een positief gevoel. Ja. Grootste overwinning in de Eredivisie van jou als coach van Feyenoord. Ook de beste wedstrijd van Feyenoord. Nou, het is natuurlijk een andere tegenstander. Maar we hebben als team goed gespeeld. En zelfs bij 5-0 zag je toch de dreiging om die zesde goal te maken. En het plezier ook om erbij te komen. Ja, ja, ik vond het leuk om naar te kijken. Ja, eerste helft ook? Nee, eerst zelf niet. Maar gelukkig hadden die spelers het zelf ook in de gaten. En dat begon al. We hadden natuurlijk een beetje geluk met die eerste goal. En dan kwamen ze zelf in de kleedkamer. Ja, zo kunnen we niet doorgaan. Daar hadden ze natuurlijk helemaal gelijk in. Zijn we wat vroeger druk gaan zetten als team. Tweede helft liepen we toch te veel naar achteren. Ja, en daar hadden ze moeite mee. Ja. Dat is wel leuk wat je zegt eigenlijk. Dus jij hoefde niet het woord te nemen in de rust. Maar de spelers zelf gingen elkaar al corrigeren. Gingen al vertellen wat er moest gebeuren. Nou, er hing gewoon een positieve sfeer. Jongens, we moeten wel wat beter en wat meer brengen. Anders maak je het jezelf moeilijk. Nou, en dat begrepen ze heel goed. Ja. Bijlo, had je weer terug. Je zei vooraf al, ja, we moesten toch wel even over nadenken hoe ik dat zou doen. Je hebt nu ook Kuksu en Bozeniek weer in kunnen zetten. Ja, zijn dat jongens die allemaal gewoon helemaal klaar zijn voor 90 minuten? Nou, Ori waarschijnlijk wel. Bozeniek nog wat minder. Dus we moeten gewoon per wedstrijd kijken wat we nodig hebben. En deze groep die heeft 2 wedstrijden 6 gespeeld. Dus dat hebben ze goed gedaan. Met 8 goals gemaakt, dus waar hebben we het over? Ja. Komt nu een bekerwedstrijd aan, hè? De beker is misschien wel het allerbelangrijkste nu dit seizoen, of niet? Nou ja, de competitie ook. Maar de beker is de eerstvolgende wedstrijd. En dat gaan we hopelijk in ieder geval beter doen dan de vorige keer. Ja. Hoe ben je eigenlijk met keepers dan? Je hebt ook wel trainers die dan zeggen, in de beker zet ik die andere keeper erin. Heb je daar al over nagedacht? Wel over nagedacht, maar dat doe ik niet. Nee, Bijlo blijft gewoon staan. Ja. Duidelijk. Linssen moeten we het ook nog even over hebben. Die maakt er 3 tegen Heerenveen. Dan komen er 2 spitsen terug. En je koopt nog een extra spits. Dan denk je, die staat voorlopig niet meer in de spits. Nee. En nu staat hij er weer en hij scoort alsof er niks gebeurd is. Ja. Tussendoor. Nou, ik heb het voor de wedstrijd tegen PSV al uitgelegd waarom ik hem in de punt zette. En dat blijft zo. Hij doet het prima voor het elftal. En hij scoort ook. Dus, en dreiging. Ja, dat zijn spitsen. Ja, mooie middag alles bij elkaar. Zonder tranen. Ja. Nou, heb je gisteren Foppen niet gezien dan? Nee, ja, ik heb het niet gezien. Oh, ik heb het wel gehoord. Dat is echt mooi om te zien. Ja, ga ik terugkijken. Oké. Dank je wel voor de tip. Oké, Christel.